Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In Nederland heeft weinig bewolking bij de start van de dag. Er ligt wel bewolking boven het noordwesten van Frankrijk. En dat komt langzaam dichterbij. Bovendien gaan er in de loop van de dag ook stapelwolken ontstaan en trekken er wat sluierwolken over. Vanochtend dus nog op de meeste plaatsen vrij zonnig met 17 tot 20 graden. Aan het eind van de ochtend zitten we al dik boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het in het zuidoosten plaatselijk zelfs 30 graden. De bewolking neemt wat toe en aan het eind van de middag kan er in het zuiden lokale regen of onweersbui vallen. En dat zullen we dan ook vooral in de avond nog wel merken daar. Allemaal lokaal, dus op veel plaatsen blijft het gewoon droog en in het noorden is van nog helemaal geen sprake. Vanavond blijft het lang warm. Morgen in het zuiden en oosten misschien een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen die weer tussen de 25 en 30 graden uitkomen. Matig wind uit het noorden tot noordwesten. En het is verder vrij rustig. Zondag is van neerslag geen sprake meer. Dan wordt het 24 tot 29 graden. En na het weekeinde volop zonneschijn. Geleidelijk steeds verder oplopende temperaturen. Met op steeds meer plaatsen tropische waarden van 30 graden of zelfs iets meer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.